Het is deze week de week tegen pesten. Ik sta hier aan de campus van de Artevelde Hogeschool in Gent en ik ga eens kijken hoe hard pesten nog leeft onder de studenten. Check the mic and make sure it sound right, boy. Ik denk dat ik liever gepest zou worden, want ik zou mezelf niet goed voelen met iemand anders in zo'n situatie te brengen dat die gepest worden. Ik persoonlijk zou misschien liever gepest worden. Ik denk liever een pester zijn. Ja, ik zou ook wel liever een pester zijn, denk ik. Allee, het is altijd zo erg om gepest te worden en dat je dan tussen de twee moet kiezen. Ja, ik zou liever gepest worden. Ik denk toch dat ik liever gepest word, aangezien de pester in onze maatschappij toch wel aanzien wordt als iets heel slecht. Ik zou liever de pester zijn, omdat je kunt het dan later goed maken bij die persoon. En als je beseft schuldgevoel hebt, kun je zeggen van ja, sorry, ik heb gepest. Ja, ik bied mijn excuses aan. Op dit moment zie ik geen pestgedrag in mijn omgeving. In het middelbaar zag ik dat wel veel vaker gebeuren. Maar ik denk in het hoger onderwijs dat mensen wat meer open-minded zijn. Dat zie ik toch vooral in mijn richting, journalistiek. Dat mensen veel meer open-minded zijn, dat ze veel meer openstellen voor andere mensen. En daarom op dit moment zie ik dat dus niet in mijn klas of in mijn richting. Ik zie momenteel geen pesten in mijn omgeving, maar vroeger heb ik dat wel veel gezien in de lagere school. Zo een iets zwaardere jongen werd altijd gepest. En ja, ik deed daar vroeger eigenlijk niet heel veel aan, maar achteraf gezien, je bent ook nog zo jong, je weet eigenlijk niet goed wat je moet doen, maar achteraf gezien had ik daar toch beter iets op gezegd. Op dit moment zie ik dat niet echt meer vaak zo pesten in mijn omgeving, maar vroeger in de lagere school wel en in het middelbaar eigenlijk ook wel nog zo. Ja, bij mij was dat wel vooral in het middelbaar echt zo, vooral meisjesklikjes eigenlijk, dat ze achter de rug elkaar zo was zwart beginnen maken, dat was in het middelbaar echt frequent bij ons. Ja, bij ons ook wel jongens, hè, zo, als je zo uit een boot valt of niet zo goed mee kunt met voetballen of zo onder de middag, zo die dingen. Ja, in het middelbaar inderdaad was het ergste bij ons ook. In mijn muziekvereniging zie ik wel soms dat volwassenen ze elkaar kunnen negeren. En dan vind ik dat wel jammer. Ik vind de uitsluiting wel gepest worden. Bijvoorbeeld ook vroeger, bij Giro was dat nog extremer. En dat vond ik wel altijd jammer. En ik zie dat wel als pesten, want je sluit iemand bewust uit. Je zorgt dat iemand bewust niet meedoet. Dat vind ik wel jammer. Ik denk vooral dat ze zelf ook hulp moeten zoeken en dat ze zelf moeten ontdekken van waar dat komt, dat zij anderen pesten, want je moet bij jezelf beginnen en anders gaat het nooit opgelost geraken, denk ik. Mocht ik één ding kunnen zeggen tegen pesters, dan zou ik gewoon zeggen dat ze zich met iets anders leuks moeten bezighouden. Allee, ja, iets leuks doen dan pesten, want daar bereikt je toch niks mee. Niet pesten, ja, fuck you, denk ik. Dat is flauw. Ja, gewoon niet doen, dat is echt, allee, gaat er later toch niks mee zijn. Nee. En je moet je altijd hebben, in de schoenen zetten van iemand anders. Dus. Als de pesters mij nu kunnen horen, zou ik willen zeggen van besef dat elk woord dat je zegt impact hebt en zorg gewoon dat je twee keer nadenkt voordat je iets zegt. Mijn boodschap is stop er gewoon mee. Ja. Niemand wil gepest worden, dus niet pesten.